president had een ontmoeting met Jeff Wang, senior vice president en president van de afdeling Public Affairs en Communicatie van Huawei. Wang merkte op dat Huawei, geleid door het principe van in Suriname voor Suriname, zich wil blijven inzetten voor lange termijn investeringen in de lokale ICT-markt van Suriname en het vervullen van haar zakelijke verantwoordelijkheden in lokale gemeenschappen. Sinds Huawei in 2009 de Surinaamse markt betrad, heeft de telecomgigant samengewerkt met klanten en partners uit de lokale industrie om de digitale agenda van het land te bevorderen op domeinen als 2G, 3G en 4G-netwerken, nationale ICT-infrastructuur en digitale energie. Als onderdeel van haar lange termijn inzet voor de ontwikkeling van het ICT-talent-ecosysteem, heeft Huawei het Seeds for the Future-programma gelanceerd, waarmee studenten de kans kregen om China en andere landen te bezoeken voor trainingen en uitwisseling. Huawei heeft ook de gezamenlijke innovatie met lokale universiteiten versterkt via programma's als de ICT Academy om lokale jongeren te empoweren en Suriname te helpen toekomstig talent te ontwikkelen.